Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ronald heeft kiespijn, waarin wij op bezoek gaan bij de lijsttrekkers van de politieke partijen. En vandaag is dat die van het CDA. We gaan eens even aanbellen bij hem of haar. Ja, wie was het ook alweer? En hopen dat hij thuis is natuurlijk. Midden in de stad zitten we. Kijk eens aan. Hallo. Meneer Boomsma, u bent thuis. Nou, dat is mooi. Ik doe open. Dat is toch altijd even spannend. Goedemorgen. Hey. Hoi, hartelijk welkom. Mooi optrekje. Ja, niet verkeerd. Ja, midden in de stad. Prachtig hier. Mogen wij eventjes binnenkomen? Kom, heel spontaan. Tuurlijk, ja. Ja? Heel spontaan. Maar hoe lang zit u hier al? Ik woon hier nu volgens mij 5-6 jaar. Ja? Ja. Nee, het is van Henry de Keizer. Dat is een stichting die huizen in Amsterdam en ook buiten de stad opknapt en in oude staat verhuurt. En ja, ik heb dus ontzettend mazzel dat ik hier mag wonen. En daardoor zijn er ook veel oude elementen. Dus oude kleuren, bijvoorbeeld deze kleuren. Dat groen van de balken hier, dat is dus een oude kleur uit de 18e eeuw. Ja, ja, ja. Dat mag ik ook niet veranderen. Wil ik ook niet veranderen. En waarom wilde u per se hier wonen, op zo'n plek in de stad? Het is natuurlijk een prachtige plek. Heel centraal, vlakbij de Stopera, vlakbij allerlei andere dingen. Dus het is gewoon super om hier te wonen. Maar ook juist dat oude, dat historische, dat spreekt u wel aan? Ja, ja, zeker. Ja, waarom? Ik weet niet. Ik woonde hiervoor, zat ik een tijdje bij het Zuiderkerkhof. En dat was een heel modern gebouw daar. En dat vond ik toch minder. Ik weet niet, had je van die hele grote ramen. Hier kom je binnen. En ik weet niet, op een manier vind ik het gewoon een prettige sfeer hier. Oh, we zitten wel midden in de stad. Ja. Barsie van de toeristen ook, denk ik. Ja, het is wel het is heel druk. Dus er is wel veel lawaai. En er komen hier natuurlijk. Je zit hier verderop, je hebt Club Ibiza, Club de Cooldown, je hebt de Bubbles, je hebt van al hier tegenover Kings Club. Ik bedoel, dus ja, er gebeurt nogal wat. Ja. Maar op zich vind ik het niet. Ik ben er redelijk aan gewend. Ja, ja, maar als u nou zelf een lange vergadering hebt gehad op de Stopera en u komt thuis, gaat u dan ook nog even naar de Cooldown? Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Okay. Maar ik heb wel, af en toe dan om 4 uur 's nachts dan beginnen de 20 man keihard te schreeuwen hier. Dus wat dat betreft mag het ook wel iets minder druk in de stad, als we het dan toch eventjes meteen over de politiek gaan hebben? Zeker. Hier wel. Kijk, je moet hier een beetje handhaven. Dat is het belangrijkste. Heb je ook wel eens ruzie in de stelletjes voor om 4 uur 's nachts weer? Dan hoor je iemand zo schreeuwen: gun je me weer geen vrijheid! En dan doe ik het raam en zeg: hey, gun je me weer geen nachtrust! Nou goed, dat soort dingen. Maar er gebeurt, er zijn ook vechtpartijen hier wel. Maar dat hoort er een beetje bij ook. Het hoort natuurlijk in deze straat wel een beetje bij. Maar je zou wel wat beter toezicht kunnen houden. Ja. Ik bedoel, er is veel politie natuurlijk in de buurt. Maar daarom pleiten wij dus als CDA voor de nachtwacht. Dus dat je gewoon 's nachts mensen hebt, dus handhavers die gewoon rondlopen. Dronkenlappen kunnen oppakken. Mensen kunnen zeggen: houd het een beetje rustig. Probeer hier verderop ook mensen te slapen, dat soort dingen. Dus weer een paar eeuwen terug, wilt u? Nou, wel in de moderne variant ervan. Okay. Ik zie ook imposante boekenkasten. Laten we daar eens even naartoe lopen. Want dat zegt natuurlijk altijd veel over een mens. Oh, ja. Ik zie veel filosofen. Dat is denk ik geen toeval. Ja. Nee, ik ben aan het promoveren in de filosofie, dus. En ik moet ze ergens kwijt. Ik heb er dus eigenlijk te veel. Ja. Maar goed. Maar wat als u er eentje zou moeten uittrekken, wat uw favoriet zou zijn? Welke is dat? Favoriet? Dat is lastig. Maar dit zijn een beetje de klassieken. Dus ik heb hier Burke en Tocqueville. Dat is een prachtig boek natuurlijk, Democracy in America. Maar hier de klassieke, Plato, dat is altijd fenomenaal. En waar komt die interesse voor de filosofie vandaan? Dat is denk ik al heel lang zo, maar gewoon in vragen stellen, ik ben gewoon nieuwsgierig hoe het zit met de wereld, met de stad, alles ook in de politiek zit natuurlijk, gaan bepaalde vragen onder schuil, dus die ideeën die erachter liggen, dat vind ik interessant. Want u bent afgestudeerd filosoof en nu nog aan het promoveren? Ik ben afgestudeerd in de biologie, milieuwetenschappen. En daarna ben ik overgestapt in de filosofie. Kijk eens aan. En wanneer kwam bij u zoiets van, u bent geen geboren en getogen Amsterdam, hè? Nee, geboren in Leiden. Maar al 10 jaar nu. Ja, precies. En op een zeker moment had u zoiets van, ik wil mij inderdaad politiek gaan inzetten. Waar kwam dat vandaan?
Ja, nou ja, ik ben heel veel in het buitenland geweest. Dus ik ben ongeveer 8-9 jaar weg geweest uit Nederland. Ik heb mijn studie in Spanje gedaan en in Engeland. En toen kwam ik op een gegeven moment dacht ik wil terug naar Nederland. Want ja, ik wil naar mijn eigen land terug, waar mijn wortels liggen. Dus. Toen ben ik ook wat anders gaan doen. Ik heb eerst gewerkt dus als bioloog in Sri Lanka en in Spanje, in Londen tijd gewerkt. Toen wilde ik dus terug. Toen ben ik hier gekomen. Toen vond ik eigenlijk Nederland, het was ook een soort, ik was lang weg geweest, dus mijn hele studietijd in het buitenland geweest. En ik had bijvoorbeeld dus ook die fortuin bijvoorbeeld helemaal gemist en alles. Dus ik kwam terug en ik vond Nederland eigenlijk veranderd. Ik dacht van heel veel dingen, wat is hier aan de hand? En wat voor zin? Ik vond het de debatten op televisie, ik vond het vaak een heel stomzinnig gezwets. Ik vond ook dat de sfeer gewoon niet goed. Ik kan er moeilijk een vinger op leggen. Maar ik dacht gewoon, toen heb ik wel besloten, ik ga wat anders doen. Ik ga me dus van het behoud van de natuur, waar ik me voor had ingezet, ook inzetten voor het behoud van de cultuur. Ik proef u ook een beetje, we hebben het natuurlijk veel over Thierry Baudet de laatste tijd, dat u ook een beetje zo'n doemscenario heeft over onze cultuur die te gronde gaat, of niet? Nee, doemscenario's daar geloof ik niet in. Kijk, het is wel zo dat beschaving onderhoud vergt. Dus je moet wel, er zijn gewoon allerlei uitdagingen die we hebben. En daar moeten wel mensen verantwoordelijkheid voor nemen om dat in goede banen te leiden. Maar doemscenario's, het kan beter worden, het kan slechter worden. Sommige dingen worden beter, andere dingen moeten we wel oppassen. Ja. Ja, en in wat voor zin moeten we dan moet Amsterdam zich zorgen maken op dat terrein? Ja, zorgen maken. Nou, je moet nu wel stappen gaan zetten. We staan wel op een belangrijk punt in de geschiedenis van Amsterdam. Natuurlijk een enorme groei nu, een enorm bruisende economie weer. Er komen heel veel mensen naartoe. Maar ja, je moet er nu voor zorgen dat je dat in goede banen leidt. Dat het niet te ver gaat. Dat wel Amsterdam gewoon Amsterdam blijft. Een fantastische en heerlijke plek om te wonen. Want dat is natuurlijk de beste, zoals ik hier bijvoorbeeld ga gaan. Maar dat is de belangrijkste functie van de stad. Maar ook op integratie, daar liggen natuurlijk wel uitdagingen dat groepen niet uit elkaar gaan groeien. Het is tijd om te investeren. Je moet de stad beter schoonhouden, je moet de stad inderdaad veilig houden. En je moet ervoor zorgen dat gewone mensen hier nog een huis kunnen vinden. Daar moet ik wat aan doen. Lampje? Nog even? Ja. Ja, moet er nog een klus worden hier en daar? Ja, daar moet van alles al. Hier ontbreekt ook een lampje, zie je? Ja, ja. Ja, dit is natuurlijk wel het alle privéste domein, natuurlijk de slaapkamer. Ja. en de walk-in closet, zie ik hier ook. Ja. Keurig. Ja. Het voelt echt hier met dat groen ook. Alsof je in een soort, bijna een Frans huis op de campagne zit. Zeker. Ja. Ik zie wel, één persoonsbed. U bent nog alleen, er kan nog iemand bij. Ja, maar er past ook wel iemand anders bij. Ja. Oké, maar dat gebeurt nog wel eens ook. Dat komt wel eens voor, ja. Ja. Maar u bent... Maar ik ben inderdaad op zich nu single. Een vrijgezel, ja. Dus de hoeksteen van de samenleving, het gezin, is nog niet aan u besteed. Ik wil hem wel, maar ik moet nog een vrouw vinden. Ja. Nou ja, er zijn ook programma's voor, dus... Goed. Ik zie hier ook Baudet in de boekenkast staan trouwens. Oh ja, dat is een roman inderdaad. Ja. Oké. Ja. Wat zijn nou uw ambities? Wat betekent Amsterdam voor u persoonlijk? Want u woont hier dus 10 jaar. Ja. En u zit in de gemeentepolitiek. Wat betekent die stad voor u? Ja, ik ben er inmiddels zo verknocht aan deze stad. Het is gewoon een ongelooflijke schitterende stad. Voor mij is ook de schoonheid van Amsterdam is eigenlijk wat me altijd hier toch weer naartoe haalt. En je kunt altijd in Amsterdam een wandeling maken en je ziet altijd nieuwe dingen. Je ziet altijd weer... Ja, en dat gevoel, je voelt je helemaal weer geïnspireerd door gewoon langs de grachten te wandelen of door andere wijken of waar dan ook. Het is, Amsterdam is echt de stad van Nederland en de mooiste stad van de wereld, wat mij betreft. En ik wil hier ook nooit meer weg. En is die veelzijdigheid ook zo iets wat natuurlijk vaak geprezen wordt, dat je hier alles kan doen en laten wat je wil? Is dat ook iets wat u er zo in aantrekt? Nou, het is niet zo dat je alles mag doen en laten wat je wil. Dat is toch vrijheid, of niet? Nee, vrijheid, dat is een beperkte opvatting van vrijheid, denk ik. Mensen hebben natuurlijk altijd dat imago van de stad is voor mij juist een probleem. Dat stad waar alles kan, ik bedoel, is een beetje uit de hand gelopen. Allemaal doorgeschoten. Op zich natuurlijk mooi en het is een hele vrije stad. Alleen dat je hier de vrijheid hebt om prostituees te bezoeken of drugs te gebruiken, dat is nou niet iets waar ik nou heel trots op ben. En wat mij betreft hoeft dat ook niet. Oké. Dus als het CDA groot gaat worden in de stad, gaat er op dat vlak gaan er dingen veranderen? Zeker. Ja. Ja, ja. Wij gaan nog langs bij een soort mystery guest, hè? Enig idee over waar we naartoe gaan? Ik heb geen idee wat jullie van mij in petto hebben. Dit is dan de volgende verrassing. Laten we die kant op gaan, zou ik zeggen.
Oh ja. Nou, komt iemand aan. Ja. Bekend gezicht? Oh ja. En goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Diederik Boomsma. Dag Henk. Kom gauw binnen, want ik ben een beetje... Oh, ja. Ik ben een beetje aan het opknappen. Beetje ziekjes. Was ik al. Oh jee. Nou. Maar nu ben ik... Dat groen van jullie. Dat groen. Schitterend. Schitterend groen. Echt het meest verschrikkelijke groen wat er is. Die kleur die kan bijna niet meer. Tijd om in de CDA een nieuw jasje te steken. Een nieuw kleurtje en misschien een nieuw logo. Dus vooruit te maken. Maar... We kunnen misschien meteen met de gelegenheid toch? Ja, maar volgens mij wilde meneer Boomsma ook een tattoo laten zetten. Dat was het verhaal. Of niet? Hij wilde lid worden van de stand der getekenden. Ja. Heet dat zo? Oké. Okay. Stroom maar op die maan. Zo, aan de ik dacht ook even, als je zoiets maakt, kijk, dan heb je... Jullie hebben nog iets met onze vroege morale en onze inzet. Dus je hebt zoiets als de VOC had je. Dus als we dat CDA-logo nou eens enigszins eerst ver-VOC'en. Okay. We maken dan... En hier komt dan een idee. Dus, en dan hier... Het... Een vlammetje. Ja. Het vlammetje wat... Met het vuur dat Pinksteren, het heilige geest, die inzichten in, in alles moet geven, dan komen we toch een heel eind al als, lijkt me een mooie CDA-tatoeage. En qua kleur dan, want dan moet er ook iets anders verzonnen worden dan we gaan de CDA gaan we iets rooier maken. Ja, want jullie komen allebei van buiten de Amsterdam, Harderwijk en Leiden uiteindelijk. Ik ben net bij Diederik thuis geweest en inderdaad, het CDA staat uiteindelijk in Amsterdam voor waarin eigenlijk geen plaats is voor hoeren en drugs. En ja, jij staat inderdaad iets toch iets anders zeggen, in. Laten we in vredesnaam voor zorgen dat we dat stuk van ons bestaan ook nog bewaren. De grootste fout die je kan maken in dit leven als stad is ervoor zorgen dat je nationaal of dat je cultureel erfgoed wordt. Dat je op die mooie lijst mag staan. Dat je daar blij mee wordt. Het moet geen museum worden. Dan nee. Dus Amsterdam moet een beetje sleazy blijven, is eigenlijk wat je zegt. Juist, de Goot is ook een stuk van Amsterdam en is altijd een stuk van Amsterdam geweest. Ja. En het was hier altijd stoet, screwed en tattooed. Dus als zeeman kwam je hier aan, ging je hier passagieren. Je moet hier een beetje dronken kunnen worden, een borrel kunnen drinken. Maar dat hou je vanzelf allemaal. Ik bedoel, je hoeft niet heel erg je best te doen als gemeente om die raad van handen en dat allemaal in stand te hebben. Je hebt altijd ballen en nou uitzien is toch echt gewoon, is toch geen doen. Al die dichte ramen en al die flauwekul die erin zit. Ja, zit er weer een van de idioten haken of te breien of die heeft weer een nieuw winkeltje gemaakt. Ja, dat kan toch niet. Maar je kunt echt wel een leuke bruisende stad hebben zonder prostitutie. En zonder allerlei drugs. Hey, leuke bruisende stad, maar ik alleen al helemaal niet. Nee, het gaat niet om of je nou per se naar de hoeren moet of niet naar de hoeren moet, maar het moet wel kunnen. In naam van de Heer. Nou, fantastisch. En er zat een blank blikje in. Wat een blikje. Wat een blikje heeft er niet zo groot. Het is Oh, wauw. Schitterend. Oh, dat legt wel meer aan. Doe ik zometeen dit. Ja. Hey, heel veel dank. Nu denk ik ja. Wat goed met jou toch? Ja, ik denk het wel. Ja. Nee. Ontzettend aardige kerel. Ja. Ja. Maar een beetje inspiratie opgedaan voor de rest van de campagne? Of, ja, nou, ik denk wat of misschien wat anders gaan denken? Ja, nou ja, wat hij zegt over dat er. Hij voelt dus dat er iets broeit en dat veel mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek. Dat is echt wel, ja, dat zie ik vaker terug. En dat moet ook als Amsterdamse gemeenteraad heel serieus gaan nemen. Je moet veel meer nog met de mensen samen dingen gaan doen. Ja, en toch ook een beetje die hoeren en drugs behouden. Nou, ja, daar... Ja, goed, kijk, het hoeft niet allemaal in één keer meteen weg. Dat zeggen wij natuurlijk ook niet. Maar om maar te doen alsof dat allemaal zo fantastisch is, daar zijn we wel een keertje klaar mee. Dat gaan we niet veranderen, hè? Nee. Nou, ik ga u naar huis brengen. Nou, oké. Hey. Waar was hem? Ja, gaan we. Ja. Kijk of ik de sleutel nog heb. Heb jij die Frank weer of niet? Oh nee, die heb ik.